Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en vandaag weer een nieuwe aflevering van Dirt Showdown. We gaan weer verder en we gaan de game mode. Ja, welke game mode gaan we doen, Timo? Ik heb er niet op gelet. Een game mode met een raceauto, dat gaan we doen. Hey, dat is wel waar. Mm-hmm. Alleen, wat voor race modus gaan we doen? Ik hoop dat we een soort van... ik denk dat we race-off gaan doen. Ja hoor, race-off. Hey, dan had ik het helemaal goed. Gewoon een raceauto op race-off. Perfect. En we gaan met de Lombardi. Tenminste, ik. Ik ook. Want de Lombardi vind ik een vette auto. Nou, ik vind... Ja. En ik heb er zwarte dames op. Naakte zwarte dames. Ja. En jij? Ik heb er ook met zwart. Oh, dan zit je achter me. Met je blauwe velgen. Dan zit je achter mij. Blauw groen. Ja, jij zit achter mij. Kom erop. Dan wel met je pick-up. Jongen! Ah, ik had er een finale uitgeweerd hier. Hey! Jongen! Ah, ik word er weer finaal uitgereden hier. Nou, daar zitten we dan, Timo. En ik pak even een vangrailtje mee. Zo! Daar gaat games of zo. Yo! Wow. Jezus Christus! Cross GS7! Holy shit, man. Er gaat even iemand op mij in knallen. Hey, jezus, al die banden, joh. Jongen, al die banden, Timo! Oh, fuck. Wow, wat een banden hier. Hey, waar... Jezus. Mijn hele ding is weg. Mijn Lombardi... Ja hoor, ik sta in één keer stil met die Lombardi als ik tegen iemand aanrijd. Zo! Oh fuck. Ja hoor. En nog een keer. Maakt niet uit. Nog één. Is dat derde jongen? Ja, dit gaat niet goed meer. Ah, ja! Doe maar weer. Precies tegen zo'n klein stukje van die rail vaan. Mijn auto ziet er nu zo mooi uit, dat wil je niet weten. Heb je de achterkant nog? Of nee. Kijk op de wielen en de motorblad? Ik kijk op de wielen en de motorblad. Ah, ah jezus. Nee, ik kan hem terug houden. Nou, laatste ronde. Zal ik de eerste overwinning pakken? Dat zou echt mooi zijn, Timo. Wat de fuck zeg ik? De eerste overwinning. Ja. Nou, dat werd het dus niet, want ik vloog keihard. Ah, jezus! Ik ben gewoon te lief voor iedereen. In een beukspel. Ja, hou op man, reloaded. Van derde naar achtste plek. Oh, fuck. Ah, nee! Mijn auto wil niet meer... Nee, mijn auto wou niet meer de... Of ligt dat aan mijn... Nee, mijn auto wou gewoon niet meer. Mijn auto wou niet meer. Oh, je staat laatste, Timo. Ja, zeg. Oh, je auto houdt van vol krijgen. Help! De auto daar midden in het padje. Laat hij maar eens gaan vol krijgen. Dacht je dat? Ja. Nou Timo, het is tussen ons. En Bas. Boom! Daar is Bas. Oh jezus! Nou niet alleen Bas. Was jij dat ook? Ik tegen zo'n vlant aan mij niet doorheen. Oh, dat was leuk. Dat was heel leuk. Heb je nog gefinished? Hè? Oh, ik ben nog gefinished hoor. Ja, ik ook. Oh, dat ging zo slecht hè. Maar toch nog gelukt.
Goh man, wat een beukerij. Kijk, breed die banden zijn, joh. Echt waar. Wat een reet banden? Breed. Oh, breed. Met een T. Toch? Breed. Ja. Ja. Oké. Okay. We gaan verder naar de volgende game mode. En wat zal dat zijn? Dat is de vraag. Wat zou het zijn? Achtbal. Achtbal. Dat is echt zo leuk. Dat is mijn favoriet. En ik hoop eigenlijk stiekem op die hele kleine. Waar je echt 100.000 keer elkaar kruist. Oh, en trouwens, Crosby zijn excuses aan. Want hij reed over autovrakken. Autovrakken. Auto onderdelen wrakken gedoe. Ja, hij crashte zo hard op mij in. Maar hij bood nou netjes excuses aan. Ik ga is dan wel weer sportief. Ik ga flippen. Ga jij ook flippen? Flippen? Mhm. Ik ga takelwagen. Ja, ik ook. Ik ga takelwagen flippen. Nou, als je je takelwagen wil flippen, doe je best. Ja, gedaan. Hey. Mijn Dirt Showdown loopt vast. Nou, oké. Dirt Showdown valt uit. Dat was hem dan weer voor vandaag. Oké, het was weer een kortje. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Ik weet niet wat er met Dirt Showdown aan de hand is, maar tot de volgende keer. Doei!